Gelukkig niet de camera. Wederom, goedemiddag. Twee van het programma. Gelijkstroommotoren. Nog een keer heel kort even een beginnetje meegemaakt. Nu blijft Richie zijn wangen bij stilstaan. Kenmerk van eigenlijk alle elektrische motoren is, en dit gaat dan toevallig over gelijkstroommotoren. Elektrisch erin, mechanisch eruit. En waar let je dan op? Elektrisch, spanningstroom en een bijbehorende vermogen. En aan de mechanische kant kijk je naar koppel, toerental en ook vermogen. Zul je daar ook wel merken bij bijvoorbeeld de casus. Ja, dan ga je met al deze drie eigenschappen ga je wat doen om te kijken of je een geschikte aandrijving, motor, daarbij kunt bedenken. Hoe zien eigenlijk alle motoren met wat variatie op hetzelfde thema eruit? Je hebt een stilstaandeel, de stator, je hebt een roterend deel, de rotor, en daartussen vindt interactie plaats van de stator, waar de elektrische kant naar de rotor, de mechanische kant. Op de rotor net al laten zien, heb je dan te maken met de as, koppel en daar kun je, en de toertal, het roteert en daar kun je dan mee spelen. En vandaar ook net even nog kort, dus terugblikken op fluxdichtheid en flux en dergelijke. Want zeker flux is een belangrijk onderdeel van de werking van een welk type motor dan ook. Dit wil ik even laten zien omdat, wat ik net heb geprobeerd duidelijk te maken met de magnetische weerstand. Magnetisch materiaal zal altijd proberen om zoveel mogelijk flux, zeg maar, te vangen. En wat geldt voor koppel is, gaan we wel andere vergelijkingen of verbanden laten zien. Jullie kennen vast wel met de handje drukken of niet. Krachtmaal arm, en dan kun je een bepaald koppel uitoefenen. Bij je motoren werkt het eigenlijk op dezelfde wijze. Je hebt een bepaalde kracht, die ontstaat door een magnetisch veld. En afhankelijk van de arm, dus de afstand, kun je daardoor dus een koppel ontwikkelen. En wat je hier eigenlijk ziet is, magnetisch materiaal zal altijd proberen om, wat we dan noemen, op te lijnen, te zorgen dat, wat je hier ziet, dat noord- en zuidpooltje, dat dat netjes in dat anker valt, omdat het dan het makkelijkste voor de flux is om rond te lopen. Ja, dit is een heel eenvoudige weergave van motoren, elektrisch erin en mechanisch eruit. Nou, de meeste eenheden kennen jullie al, denk ook voor koppel ondertussen, en newtonmeter en ommetringen of toerental, dat zie je hier in ommetering per minuut, ommetering per seconde, radialen per seconde. Het hangt een beetje af van de branche waarin je de motor of het motortje gebruikt van wat ze prettig vinden. Zeker bij kingsize motoren wordt er vaak in RPM of omwentelingen per minuut, seconde gesproken. De motor wat je net heel schematisch zag, hè, is eigenlijk dus een spoel met een ijzeren kern. Nou, je zet er een spanning op, dat zie je links. De spoel, hopelijk weten jullie dat nog, of uit de vorige leven of van vorig jaar, twee jaar geleden. Van elektrisch gezien kun je een spoel schematisch weergeven door een weerstand in serie met een ideale spoel. Nou, dat zie je links. En dan heb je dat, die twee zwakke blokjes en dat rondje. Dat is nog een beetje uit het verleden.
Je hebt bij gelijkstroommotoren te maken met een zogenaamde commutator. En de reden daarvan is, normaal gesproken, als je dit helemaal uit zou werken, dan gaat dat binnenste roterende deel naar deze stand. En als je dan niet iets verandert, dat betekent nu de flux laat rondlopen, dan blijft hij in die stand staan, omdat er dan geen kracht meer op uitgeoefend wordt. Ja, dat is een beetje sneu roteren, want er is, en dan moet je weer wachten tot er iets veranderd wordt. Daar hebben ze commutatie voor bedacht, waardoor je echt een roterende beweging. Als je het leuk vindt, kun je het opzoeken in commutatie. Vandaar dat symbooltje. En dan heb je aan de rechterkant dus het mechanische gedeelte. Je hebt massa, wat ik de vorige keer ook al verteld, die moet in beweging gebracht worden, massastraagheid. En dan heb je dus te maken met koppel en hoeksnelheid, of toerental. In stationaire toestand, dus dat betekent eigenlijk dat het effect van de ideale spoel weg is. Want als je op een ideale spoel, dus je hebt daar even de weerstand, zeg maar, is nul. Als je daar een gelijkspanning op zet, wat gebeurt er dan? Dan heb je een spuittekort. In het ergste geval, gelukkig hebben jullie inderdaad nog een klein beetje weerstand in het echt, maar dan sluit die kort. Want bij een spoel, normaal gesproken, reageert hij op wisselingen. En daardoor ontstaat dat magnetisch veld. Bij gelijkspanning is er geen wisseling. Dus op de duur kun je dat dan als een kortsluiting zien. Nou, dat zie je ook hier. Ik moet deze presentatie geven omdat ik dit niet aan kan wijzen. Hier is dus het spoelgedeelte weg, omdat het geen invloed heeft. En hopelijk herkennen jullie dan een klein beetje Kirchhoffen. Je zet een spanning op en die spanning verdeelt zich dan over in dit geval. Dus die weerstand, dat is de weerstand van de wikkeling. En wat dan de mutuele spanning noemt, spanning over de motor. Daar komen we later nog op terug wie dan ontstaat. De stroom kun je hier weer uit afleiden. Wet van Ohm, net ook even laten zien. U gedeelte R is dus gelijk aan de bronspanning, klemspanning, min de spanning over de motor zelf, en de tweede spanning gedeeld door de inwendige weerstand. Dit is waar bij gelijkstroommotoren veel gebruik van gemaakt wordt. Hier kun je allerlei dingen uit halen die het gedrag bepalen. Wacht, kun je nog even dat connect? Staat ook op canvas. Ja. Ja. Yes. Ik weet niet of jullie dat wel eens gehoord of gezien hebben. Je kunt, net heb ik laten zien, van een stroom door een geleider werkt een magnetisch veld op. Je kunt het ook omdraaien. Als je ergens een magnetisch veld hebt, en je doet er wat mee, kun je ook een spanning opwekken. En dat wordt dan geïnduceerde, opgewekte spanning genoemd. En die is, vergeet me even plusjes en minnetjes, er zijn ook allerlei afspraken over waar. Komt die weer, staat daar niet bij. Afhankelijk van het aantal wikkelingen, bindingen. Maal de fluxverandering zorgt ervoor de geïnitieerde spanning. Stel dat dit dus een constante verandering is. Met één winding heb je dan bijvoorbeeld, noem maar wat, wek je 1 volt op. Doe je 100 windingen op elkaar plakken, heb je 100 volt. Nog een manier om de spanning te verhogen. Nou is het, laat ik het zo vragen, is het mogelijk om in plaats van met 100 windingen
rond 50 windingen te hebben en dan toch dezelfde spanning op te kunnen wekken. Kan dat of is dat flauwkul? Stellige verandering. Precies. Dan doe je dus hier wat mee. Toch grotere verandering. Ik weet niet of jullie dat, want het zit hier ook een klein beetje in. En spoelen mag je niet zomaar afschakelen. Want dan krijg je een enorme grote piekspanning. Ja. Het heeft hiermee te maken van het onder de tijd en de verandering te klein is om dat gezond te laten blijven. Als je dit uitwerkt, ja, want ik maak misschien nu iets te grote stappen. In een gelijkstaande motor roteert de rotor. En als je dat dan gaat bekijken met de commutator, ziet er dat sinusvormig uit. Als je dus dan even een stapje terug weer naar wiskunde, ik ga het niet voordoen. Dus de flux is ook sinusvormig. We hebben vast wel een keer hier op school het differentiëren gehad. Mocht je dat heel leuk vinden, komend weekend, neem er even de tijd voor. Als je dan een sinus differentieert, komt daar een cosinus uit. In ieder geval, wat je hier ziet, is de flux is dus afhankelijk van de snelheid. De frequentie waarmee je de verandering of waarmee die je roteert. En er staat daar ook. Een constante, elektromagnetische constante. Die zegt iets over de motor, in dit geval de gelijkstaande motor. En dat heeft meer te maken met het bak-en-braadproces van zo'n motor. Hierin zitten allerlei eigenschappen verwerkt. Aantal wikkelingen, hoe goed het magnetisch materiaal is, dat soort zaken. Want daarmee kun je dus, wat je ziet, ook invloed uitoefenen op het gedrag van de motor. Dit uitwerken met die constanten, dan hou je uiteindelijk dit over. Het is dat die mutuele spanning, of die geïnduceerde spanning in de motor, gelijk is aan de motorconstante, die dus iets over de constructie zegt, maal de hoeksnelheid. Hier zie je gelijk ook de kracht van de gelijkstroommotortjes. Als je een of andere schakeling hebt waarbij je, of systeem waarbij je het toerental eenvoudig wil variëren, of regelen, wat dan ook, hoef je alleen maar de spanning te variëren. Terwijl bijvoorbeeld bij wisselstroommotoren, dan zit er, ja, tegenwoordig is het ook allemaal wat gelijkgetrokken, maar dan zit er een frequentieregelaar tussen om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Terwijl hier alleen maar de spanning te kunnen variëren. Is bij de eenheid van de constante van de elektromagnetische ding, is dat voltage maal afstand of seconde? Volt seconde per radiaal. En je zult wel merken, er komen ook nog wat andere eenheden voorbij. Gelukkig. Afhankelijk van waar die constante voor gebruikt wordt. Maar ik had wel even laten zien waarom het geen afstand is, maar een seconde. Wat is de eenheid van spanning? Volt. Voltage. Volt. Volt. Voltage is het Engelse woord voor spanning in het Nederlands. Of zoiets. Wat is de eenheid van hoeksnelheid? Radiale per seconde. Precies. Deel dit maar door dit, krijg je dat. Dus wat hebben we tot nu toe? Maar kan ik dat ook zeggen? Zeker.
generator, zeg maar? Ja. Of ga je dat doen? Nee, want dat is eigenlijk de andere kant op. Ja, maar dat is precies wat ik wil eigenlijk gaan vertellen. Oh. Als je twee, ik heb ze niet bij me, maar ik heb twee Lego motortjes. En als ik die doorverbind en ik draai de ene, dan gaat de andere er ook draaien. Hoe komt dat? Ja, je bent al gewoon. En, kijk, hier zie je heel mooi. Ja, die motor is van de linkerkant, zeg maar, je zet er de spanning op, gaat die draaien. En waar Bart het nu over heeft, dan heb je dus eigenlijk een generator. Stel dat je het omdraait, dan hangt aan die kant, bij wijze van spreken, een lampje eraan. En je gaat hier aan draaien, gaat een lampje branden. Ja, wat dan stroom? Waar zit hem dat dan in? Genereer dan stroom via de spanning. Omdat je dit gebruikt. Ja. Wat? Aan de andere kant. Stel, want die generatorwerking is ook, gebeurt eigenlijk ook gewoon als je hem als motor gebruikt. En je ziet hier al dat als die generator, ik zie dit een beetje als een soort generatorspanning. Als die generatorspanning op een gegeven moment steeds hoger wordt, dan wordt dit nul, hè, uiteindelijk. En dan heb je dus eigenlijk een motor die, waarom stond er een motor op een gegeven moment draaien als, of hij stopt niet meer draaien, maar hij gaat niet sneller draaien meer op een gegeven moment. Dat zie je hier al. Hij gaat steeds meer generatorspanning opwekken. En op een gegeven moment hou je gewoon geen spanning meer over. Om werkelijk nog stroom door dat ding heen te poppen. En je ziet dat met die twee motortjes. Zie je dat heel mooi. Ja. Dus in die zin is het uitwisselbaar. In dit geval van elektrisch naar mechanisch. Dan heb je het over een motor. En je kunt hetzelfde verhaal ophangen. Alleen dan van rechts naar links, dus van mechanisch naar elektrisch, en dan heb je te maken met een generator. Ja, en zelfs dus als er geen last aan zit, hè? Als je compleet wrijvingsloos, dan nog zal die op de elektronische eindsnelheid bereiken. Om het weer ietsjes groter te trekken, op schepen wordt dit in principe toegepast. Heb je een dieselaggregaat die dan hier dit aandrijft, en dan kun je aan de andere kant spanning afnemen. Dus wat hebben we tot nu toe? Verband tussen de spanningen aan de elektrische kant, dus ook iets over de stroom, en waaruit de mutuele spanning, geïnitieerde spanning, is opgebouwd. Alleen, ik ben mijn verhaal begonnen met van koppel belangrijk, toerental belangrijk, verband belangrijk, nog helemaal niks over gezegd. Maar dat ging ook nog niet, dus daar heb je nog iets meer voor nodig. En dat is, zeg maar, hoe de energiestromen of hoe de vermogensstromen bij in dit geval een elektro- of een gelijkstroommotor door de motor heen gaan. Nou, elektrisch kennen jullie wel voor gelijkspanning. Vermogen is UQI. Voor mechanisch, ik weet niet of je dat ooit wel eens gezien hebt. En dan bij deze is dat gelijk aan het koppel maal de hoeksnelheid. Een heel kort intermezzo. Mogen jullie over nadenken? Ik gebruik het fluiten door elkaar heen. Ik heb het gat overgevonden. Afhankelijk van in welke branche je werkt of te maken hebt. Wordt er of over toertal gesproken of over hoeksnelheid. Weet iemand wat het verband is tussen deze twee? Twee pi maal toertal gedeeld door 60 is je hoeksnelheid. Ga even kijken of het in de 2 pi maal n door 60. Waarom door 60? Van per minuut naar seconde. Oké. Weet je, vrouw vraagt mij waar je dus van stilzwijgen vanuit bent gegaan. Ja. Is dat het toerental in RPM gegeven wordt? Als het in seconden, gebeurt soms ook wel eens, dan valt deze 60 weg. Die heeft puur te maken met als het dus in een minuut is. Ja, helemaal goed. Bij mechanische staat T voor koppel. Sorry, koppel. Newtonmeter.
even een sneak preview van hoe dat allemaal werkt in een gelijkstroom motor. Nou, je hebt aan de elektrische kant natuurlijk UKRI. En wat jullie hopelijk wel voor kunnen stellen, aan de elektrische kant gaat er I kwadraat R verloren aan warmtedissipatie. Dus dan hou je wat over. Nou, als je naar dit kijkt, en dan zie je dat ook. Scootje duur. Soms moet ik ook niet nieuwe dingen willen proberen. Hier heb je dus de bron. Hier wordt dan zeg maar warmte verstoofd. En dan hou je hier dus wat vermogen over. En dat is dus gelijk aan, niet de wederspanning, maar de stroom die er dan loopt. Dat wordt dan overgedragen naar de mechanische kant, dus het roterende deel. En wat je dan hopelijk voor kunt stellen, ook daar gaat, heb je te maken met wat verliezen. En dat zijn dan de zogenaamde wrijvingsverliezen. Want je hebt altijd met lucht te maken, maar weet ik het allemaal. Dat gaat dan verloren en dan hou je dus een bepaald vermogen aan de as over. Dat zijn dan de wrijvingstorque in de motor? Ja. Didactisch onverantwoord wat ik nou aan het doen ben. Door die luchtspleet heb je wat voor. Dan kun je gaan rekenen. Geloof maar, dit is allemaal juist. Waar het mij even dan om gaat is, hier komt dus weer een andere eenheid voor die constante. Dat het koppel evenredig is met die constante weer en de stroom. Dus hoe hoger de stroom, hoe hoger het kop. Dat ga je dadelijk ook weer gebruiken. Hier zie je dat de eenheid van die motorconstante newton meter gedeeld door ampère is. Newton meter stroom. Op, ampère. Nou, dan kan je die mensen nog maar eens rustig na. Dan weet je dit voor het koppel. Wat kun je dan in die andere vergelijkingen invullen? Als je dat uitwerkt, dan krijg je deze licht exotisch, misschien moeilijk uitziende formule voor het koppel. Wat heb je hier aan? Op zich hoef je niet echt iets met die formule te doen. Ik wil hem alleen even laten zien om hoe kun je hier het, aan welke knoppen kun je draaien om het koppel te beïnvloeden. Als je hier naar kijkt. Sorry? Ja, door de klemspanning te variëren. Nog meer dingen waarvan jullie denken. Ja, dus omega. Sorry? De hoeksnelheid? Ja. Nee. De weerstand. Want de hoeksnelheid is zeg maar iets van ook een output. Dat is het viewtal. Dat is net zoals een koppel, iets wat je wil bereiken. Ja, maar als je zeg maar een regeling hebt, dan kan je toch het toertal aflezen om de koppel te regelen. Zeg maar, als je zoveel koppel wil en ik heb zoveel toeren, dan kan ik de toeren verlagen om het koppel te verhogen. Ja, oké, okay, maar dan ben je eigenlijk alweer een stapje verder. Dan heb je al je hele aandrijfsysteem. En dan is dat inderdaad waar. Zover was ik nog niet. Wat ik hier bedoel van, oké,
Je hebt alles tot je beschikking, een bepaald type motor. Waar kun je dan, aan welke knoppen kun je dan draaien om, dus even, dit houden we constante toerental, om dan zeg maar het koppel te kunnen variëren. Nou, het werd al gezegd, fijnspanning, nog meer dingen of is het dit? Interne weerstand verkleinen. Ja, dus interne weerstand variëren. Ben ik er nu? Kun je nog aan de motor constant komen? Zeker niet als die eenmaal die motor er is, maar in het voortraject zeker, want dan kun je bijvoorbeeld met wikkelingen, grootte, noem het dan maar op. Ja, dus dat zijn de drie onderdelen waarmee je invloed uit kunt oefenen op de koppel. Waar staat uw klem? Dat is nog niet helemaal waar die. Maar die zit aan de, elektrische kant. Dat is zeg maar je voedingsbron, spanning. Ja. Als je dan gaat kijken van hoe ziet dan het koppel als functie van de toerental of van de hoeksnelheid eruit. Nou ja, de meeste gelijkspanmotoren zijn niet ideaal. Dus je krijgt altijd een wat afnemend verloop. Het is wel lineair. Maar hij zakt dus in. En door of aan de klemspanning te draaien of iets in het voortraject met die motorconstante te doen. En dus eigenlijk ook met die weerstand kun je deze karakteristiek zeg maar beïnvloeden. Eigenlijk alle toepassingen, bijna alle, wordt er zeg maar naar de, dus dan mag je over dromen, mocht je dat leuk vinden, wordt er naar de koppel toerenkarakteristiek gekeken. Omdat, en daar gaat Bart eigenlijk wat over vertellen, de last, die heeft ook een karakteristiek. En dan samen met deze ga je dan naar een optimaal punt zoeken. We hebben meegekregen, hoe is nu de I uit deze formule gegaan? Eerst hadden we over de stroom, de koppel bepaalde. Ja. Maar nu is de stroom er helemaal uitgehaald. Ja. Hoe dat kan. Ja. Nee, dus ja, een beetje flauw antwoord. Ja, ja, sorry, dat gaat me niet lukken. Maar ik heb het hier allemaal uitgewerkt. Kijk er nog eens rustig naar. Dus, ja, want die stroom. Wat er toch aan het omzetten is. Want ik mag zo of niet?